De OCI Lions uit Sittard kregen afgelopen speeldag in de binnenleague-competitie handbalkras Volendam over de vloer. Net de ploeg waar de huidige coach van de Lions, Mark Schmetz, de laatste 4 jaar actief was als coach. Ja, natuurlijk. Je hebt er 4 jaar gezeten. Ik heb een mooie tijd gehad. Ik heb heel veel jongens heb ik begeleid in al die jaren en heel veel tijd ingestoken. Ja, ik heb nog met een aantal jongens veel contact en... Daar help ik ze ook nog om in hun ontwikkeling verder te komen. Goed van start gaan is een must bij de Lions en dat doen ze ook. Via Ramos, Luca Grof en Thomas Dekker gaan ze vlot naar een 4-1 voorsprong. Volendam moet dan het spel ondergaan, al staan ze na een kwartier spel maar op 2 doelpunten in het krijt, 7-5. De thuisploeg gaat echter stevig door en kan de kloof uittypen naar 5 goals, 10-5 en meteen goed voor een eerste time-out. Volendam krijgt dan even later de kans om terug aansluiting te vinden, mede door een tijdstraf voor de OCI Lions speler Ivar Stavast en kan terugkomen naar 11-8. Lang duurt het inloopmanoeuvre echter niet, want wanneer de thuisploeg terug voltallig op het veld staan, gaan ze via Ramos, Baart en Ivo Steins naar een 14-9, 5 minuten voor de koffiepauze, om te gaan rusten uiteindelijk met een 16-13 score. Ook in de tweede helft kan Kras Volendam niets inbrengen tegen deze thuisploeg, want de Lions ballen rustig verder en halverwege de eerste helft verdubbelen ze meteen de voorsprong. Het staat 21-15. Stilaan vergroot de thuisploeg de voorsprong met enkele beauties. Getuige is daarvan de 26-18 van Ramos. Ramos voelt zich goed in zijn vel. Hij zou maar liefst 10 maal scoren en zo de overtuigende zege van 31-25 meer glans geven. Al konden de Lions ook rekenen op een uitstekende goalie Thijs van Leeuwen met zijn schitterende redding tot groot gelijk van het publiek. De OCI Lions doen wat het moet doen en het blijft op de eerste plaats staan in het algemeen klassement, waar Kras Volendam zijn start volledig mist en vol aan de bak zal moeten, willen ze het afgelopen seizoen evenaren. Als je kijkt naar wat er allemaal voor wisselingen zijn geweest, wat voor een smalle selectie we hebben, wat voor een nieuwe jongens we hebben ingepast, denk ik dat we hartstikke tevreden mogen zijn dat we qua punten op de eerste plek mogen staan. We hebben wel nog het moeilijkste programma, denk ik. We moeten naar Hurry Up nog. Ik weet niet, volgens mij komt Hassel bij ons, dan moeten we naar Vizé. Dat zijn 3 hele moeilijke wedstrijden. Maar goed, we hebben ook al andere hele moeilijke wedstrijden uit het vuur gesleept. Het is wel zaak dat we groeien, want voor een Final Four weekend is ons niveau nog niet goed genoeg. Daar hebben we nog 3 maanden de tijd voor om daar naartoe te groeien. Nou, wij hebben gezegd, wij hebben niets te verliezen. Wij gaan gewoon hier onze best doen en dat hebben wij helaas niet gedaan vandaag. Dat is niet gelukt. We hebben het fantastisch opgepakt, we hebben ons goed voorbereid op Volendam. Die jongens hebben het heel gedisciplineerd opgepakt. We hebben geen gekke dingen gedaan, we hebben geen makkelijke doelpunten weggegeven. Dat was vorige week tegen Sascha het probleem is dat we goed speelden, aanval en dekking. Maar dat we een paar technische fouten maken waardoor Sascha hele makkelijke doelpunten konden maken. Dus we hebben gezegd, weet je, we willen Volendam. Geef ze geen makkelijke doelpunten, laat ze knokken voor ieder doelpunt. Want ze hebben natuurlijk ook veel blessures, ze moeten met de meeste mensen doorspelen. Ja, en het grote gevaar ligt bij Jan Jozef en Dani Baijens en dat hadden we super onder controle. Dus ja, dan loop je naarmate de wedstrijd vordert, loop je steeds verder rijden. Maar het was wel, het kost een hoop kracht, maar het was wel een goede overwinning. Nou, wij wisten waar we naartoe gaan. Wij wisten dat we naar nummer 1 van Benelliga op dit moment gaan. En wij waren ervan bewust dat dat een heel moeilijke wedstrijd zou worden. Maar oké, we hebben afgesproken, we hebben het materiaal, wij moeten gaan voor volle winst. En moeten we proberen te spelen zoals wij de laatste wedstrijd hebben gespeeld tegen Vizé. En misschien lukt dat wel, maar helaas vandaag waren te veel mensen uit vorm of niet op eigen niveau om die wedstrijd te herhalen van Vizé.